Wel zeggen met heel wat verschillende figuren onder Julie Gebuur. Ook al een mooie titel. Ja, het is eigenlijk al een dubbele insteek. Hè. Julie Gebuur, daar gaat het ook een beetje over. Ja, het is de woman next door of de zoveel vrouwen die je in je omgeving wel ziet lopen, ieders gebuur. Ja. Het is een vrouw met veel kanten, maar ze moet ook. Hè. Ze probeert en een goede moeder te zijn en voor haar man te zorgen. Zorgen dat in het seksleven nog allemaal een beetje vlotjes gaat. Haar carrière hoog houden. Dus ja, die vrouw heeft veel te doen en heeft veel rollen en veel figuren in te vullen. Eigenlijk. Haar hoofd gaat ook overal naartoe. Gaat dat ook zien in het stuk. Ze springt van de hak op de tak. Het eerste wat al in haar opkomt, vertelt ze. Ze is ook ongelooflijk gestresseerd, maar voor mij is dat wel een uitdaging om al die typetjes juist te krijgen en zelf zo te verspringen. Het vraagt veel energie, dat wel. Op het einde is het een uitputtingsslag. Ik kan nog geen twee stappen in de juiste maat zetten. Maar wel nog altijd in haar ondergoed. Zeg, allez, Juliette, je moet je kleren aandoen. Ondertussen zie ik in mijn ogen hoe die Poetin nog lopen. En die moest ook nog eten hebben. Het verdomde aan die Russische ras. Van waar is dat de passie om zo'n toneel te doen? Ik ben daar als van kleins af mee begonnen. Eigenlijk Serge, de regisseur. Ik ben bij hem gestart als 12-jarig meisje. Heb ik altijd musical gedaan bij hem. En daar is mijn passie voor theater gegroeid. En ik vind dat ongelooflijk om verschillende rollen mogen aan te nemen en mij uit te leven in een ander personage. Ik vind dat fantastisch. Dan kan ik even mijzelf langs de kant zetten en in de huid kruipen van iemand anders. Slagboek, als ze betaald is, wordt ze uitgeschreven uit het verslag. Dat is dus telkens papier dat er verloren gaat. En als er papier verloren gaat, gaat er een boom verloren. Dus in het vervolg dat u parkeert, hè, denkt aan het milieu. Je hebt ze eigenlijk leren kennen als actrice, 12 jaar. Niet zo evident om met een 12-jarige op het podium te starten. Maar wel een groot talent. Inderdaad, een groot talent. En eerlijk gezegd, het was een herkenning. Kennismaking, want ik was het totaal vergeten. Als ik ze opnieuw zag, ik wist dan niet meer dat dat Manon was van toen. Dus het is eigenlijk Johan die ze mij terug voorgesteld heeft. En zij zei tegen mij, ja, maar ik heb bij u nog gespeeld in Neon. Vanwaar het schrijven van zoiets? Het gaat eigenlijk als hoofdthema, hè, gaat het over het gevecht dat wij constant voeren tegen onszelf om gelukkig te zijn. Welke regels dat we onszelf eigenlijk opleggen, die uiteindelijk niet nodig zijn. Nu, in dit geval bij Julie, zij streeft echt naar het geluk, gelijk dat het voorgeschreven wordt in de reclame, gelijk dat het wordt voorgekauwd door televisie. En dat brengt haar ontzettend veel in de moeilijkheden, omdat ze kan niet aanvaarden dat er iets mis is. Dat er zeer veel mensen eigenlijk op die manier bezig zijn, waardoor dat ze eigenlijk geen tijd meer hebben om gelukkig te zijn. Maar ze is eigenlijk gelukkig, want ze heeft een heel grote kleerkast met alle soorten kledijen. Dus dat is toch typisch voor de vrouwen? Dat is juist. Ze heeft een heel grote kleerkast, maar ze kan er niet van genieten. Welkom, welkom bij de drie beetjes. Welkom, welkom, wat hebben wij plezier. Welkom, welkom bij de drie beetjes. Kom maar snel naar hier.